Jongens, mijn zoontje Oscar die wil op judo. Judo? Ja, judo. En mag je dan van jou op judo? Nee, natuurlijk niet, want judo is stom. Dus, maar ja, wat doe je dan als vader? Juist op judo. Nee, niet juist op judotekst. Nee, ik heb contact gezocht met Marhinder Verkerk. Die is wereldkampioen geweest, die is de beste judoka van Nederland. Dus als er iemand is aan wie ik kan uitleggen hoe stom judo is, dan is het Marhinder. Mijn zoontje wil op judo. Leuk. Nou, ja, er zijn een paar... Ik heb even iets opgekregen. Ik heb een paar dingetjes waar ik dan mee zit. Bijvoorbeeld dat het fundamenteel onrechtvaardig is. Ik heb gekeken, jij werd uitgeschakeld in Rio, de Olympische Spelen. Niet omdat je slechter was, niet omdat je iets gemeens deed, maar je werd uitgeschakeld omdat je volgens de scheidsrechter op dat moment te lang passief was. Ja, ze moesten ergens iets gaan beslissen, want ze zagen ook, dit gaat anders nog lang duren. Maar het is toch leuk om te zien als iets lang duurt? Ja, dat vind ik ook. Dat iemand neervalt. Maar zij dacht, de volgende wedstrijd staat te wachten. Dat is toch niet wat je een kind wil meegeven? Nee, dat is zeker niet wat je een kind wil meegeven. Maar dat incident, want het incident wat er in Rio gebeurde, is een slecht voorbeeld van hoe een wedstrijd moet verlopen. Of een heel goed voorbeeld van hoe stom judo is. Ik wil niet voor Oscar in mijn huis een judomat van 14 bij 17 meter gaan neerleggen. Ach, wel. Kun je nagaan. Nee, maar daarvoor ga je naar de sportschool of naar de judoles. En hier is de judomat. Oh ja. Genoeg mat. Genoeg mat, maar het is wel helemaal in Rotterdam, zit ik te denken. Hier is mijn judopak. Oh ja, ja, want kijk, dit lossen, dat vind ik dus... Kijk, als ik met iemand sta te praten, hè, en dit zit zo, weet je wel, zo. Ja. Dan hoor ik al niet meer wat hij zegt. En bij judo, als ik dat probeer te kijken, is het alleen maar dat. Het is alleen maar mensen die bezig zijn hun jas weer goed te doen, die centuur weer dicht te doen. Dat, ja, dat gedoe, jongen. Hij moet ook een beetje los kunnen, want als ik iemand ga vastpakken, heb ik ook ruimte nodig. Dus als ik bij jou bij eerste pak... Ik heb even de papieren erbij gepakt, want er is nog een bezwaartje, dat was ik vergeten. Oh. Jij hebt dan de zwarte band. Ja. En dat betekent dat je heel goed bent. Maar je ziet het ook bij minder goede judo's. Dan zie je zo'n witte band met een oranje slip, een gele band met een bruine slip. Ik hoef het allemaal niet te weten. Ik denk het is veel leuker als je verrast wordt door iemands niveau. Maar het is ook goed om te zien welk niveau iemand is. Maar waarom? Dat is toch niet leuk? Want dan weet ik als zwarte band dat ik voorzichtig moet doen met iemand die een witte band er is. Anders kan ik hem zo kapot gooien. Oké. Okay. En dan eigenlijk mijn belangrijkste bezwaar. Ja. Dat als jullie de mat opkomen, dan doen jullie iets, toch? Dan groet je naar elkaar. Mm-hmm. Daarna groet je de mat. Je groet de mat. Ja, maar... En doe je dat ook als niemand kijkt? Groet je dan ook de mat? Ja. Als je zeker weet dat niemand kijkt, behalve jij en de mat? Uit respect moet je dat doen, want het gaat over respect naar elkaar toe. Is er iets wat judo jou gebracht heeft? Iets wat je niet bij atletiek had kunnen krijgen, wat je niet bij basketbal had kunnen krijgen? Nou ja, ik denk dat het je wel sowieso zelfvertrouwen geeft. Je weet hoe je jezelf kan verdedigen. Dat neem je de rest van je leven mee. Dan ga ik hem halen, nu. Denk ik. Ja, hij zit in de auto. Hij zit al die tijd in de auto te wachten? Hij zit al die tijd in de auto. Maar ik wou de raampjes op een kiertje doen, weet je wel, voor zuurstof. Yeah. Maar het is ook Rotterdam-Zuid, weet je wel. Yeah. Dus ik ga heel veel kijken en dan breng ik hem langs. Ja, ik hoop dat hij nog... Ik ga niet echt rennen, maar gewoon... Beetje snel. Ja, gewoon vlot. Doei. Doei, Mat. Doei. Mag je zoontje nou echt op judo? Nee, man, natuurlijk niet. Beste kikkers van dit filmpje, hè? Ja, kikkers. Nee, het staat er echt. Ja, nou, ja, dan zal het wel kloppen, toch? Kikkers. Ja, beste kikkers van dit filmpje. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaar. Kanaar? Kanaar, met een C. Kanaar. Nou ja, als het hier staat. Ja. Tot ziens!